De provincie Noord-Brabant wil dat Brabantse ondernemers op de hoogte zijn van de Europese dienstenrichtlijn en wat je ermee kunt. Mijn naam is Nout van den Boer, eindverantwoordelijk voor de Koninklijke van den Boer Groep. Onze onderneming is actief in event- en venue-catering, met name onder de naam Maison van den Boer. We zijn een Veghels familiebedrijf, dat is opgericht in 1906. En we zijn actief in Nederland, België en vooral ook Duitsland op het gebied van het verzorgen van evenementen, partijen en ook venue-catering. Venue-catering is zeg maar het verzorgen van eten en drinken en de gastvrijheid die daarbij hoort in bijzondere gebouwen zoals voetbalstadions en theaters. Daarbij moet je denken aan het Circus Theater, maar ook bijvoorbeeld het Philipsstadion in Eindhoven. Maar zeker ook een mooi gebouw als de Handelskamer in Hamburg. De dienstenrichtlijn heeft ons enorm geholpen om binnen EU-landen, zeg maar de landen die zo rechtstreeks om ons heen liggen, op een goede manier daar onze diensten te kunnen uitvoeren. En daarmee is het voor ons ook echt een uitkomst dat inmiddels dat hele vergunningenproces digitaal gemaakt is, waardoor onze medewerkers dagelijks op het moment dat ze bezig zijn met de voorbereidingen van grensoverschrijdende projecten, via de computer en via de website alle vergunningen digitaal kunnen aanvragen en op een goede manier kunnen verwerken. En daarmee kunnen wij zeg maar veel beter grensoverschrijdend actief zijn. Nieuw in Europa is een centraal online contactpunt, antwoordvoorbedrijven.nl. Ik kies hiervoor het kopje internationaal ondernemen. Kun je doorklikken naar een dienstenloket, een centraal contactpersoon. En vervolgens kun je een land kiezen in de Europese Unie. Wij kiezen nu voor Engeland, Verenigd Koninkrijk. En we komen automatisch in contact met het servicecenter al daar. Hier staat een complete uitleg. En vervolgens maak je gebruik van de interactieve checklist. Vervolgens krijg je een vragenlijst met de businessactiviteiten. Dat wij eten en drinken gaan, in ieder geval eten gaan voorbereiden en dat wij drank gaan verkopen. En vervolgens krijg je een overzicht van alles wat jij nodig hebt. Dus er zijn 5 licenties en 8 regulations voor je business. Dus die staan hieronder allemaal aangegeven. Als u over de grens wil gaan ondernemen, surf dan naar antwoordvoorbedrijven.nl. En van daaruit naar de YouGo-site. Daar vindt u alle informatie die u nodig heeft. Als u desondanks toch nog problemen ondervindt, ga dan naar Solvit. Solvit is een Europese instelling die uw problemen gratis oplost. Veel succes!